Belangrijke weken zijn het ook voor Antwerp, maar Antwerp kon de eerste van drie opeenvolgende thuiswedstrijden niet winnen. Tegen Oud-Heverlee-Leuven was dat. Svilar, nog altijd de trainer op de Wolzuil, verraste door Baart in de ploeg te zitten en Verbiest in de tribune. Nauwelijks drie minuten zijn er gespeeld wanneer Manuel Kenmonier in het straatje wordt gestuurd. Leuven-doelman Ruttes maakt een overduidelijke haakfout, maar scheidsrechter Verhee vindt het nog te vroeg voor een rode kaart. Antwerp voelt zich bestolen en is even van slag. Iets voor het half uur komt het nog bijna op achterstand, maar Leuven-spits Ruitings besluit naast. Op het half uur dan plots de kans op 1-0. Kenmonier kopt recht op Ruttes en Zarko Jelicic kegelt de rebound onbegrijpelijk richting VIP-tribune. Een vijfsterren kans voor de Great Old, maar scoren zit er in de eerste helft niet in. Na de rust valt de wedstrijd wat stil. Gelukkig kan Antwerp in zo'n geval rekenen op Manuel Kenmonier. De topschutter neemt de bal weergaloos mee achter het steunbeen en stormt op doel af. De bal wordt uiteindelijk voorgetrokken door de Vriezen en in één tijd door Darko Pivaljevic binnengekegeld. 1-0 alweer. King Darko dus, die voor de bevrijding moet zorgen. De Bosuil danst. Antwerp had tot dan toe alles vrij goed onder controle. Leuven weet het niet meer en kan alleen nog gevaarlijk zijn met wanhoopspogingen. Vastmans probeert het hier van op 30 meter. Een vangbal voor Ristovic. Denkt iedereen, maar de anders zo betrouwbare doelman flatert grandioos. I think what I'm gonna do is I'm gonna take this way or other way and then in the when it's in the middle then it's mistake for sure. And then it happened. He was too sure that he gonna have this ball and because of that he didn't have. I know how it is. I know and I know how it is to himself. I know how he feel now. Na de 1-1 is Antwerp helemaal van slag en krijgt nog één kansje. Hoewel Ray Frenkel kopt hier te zacht om van een kans te kunnen spreken. Het verhoopte slotoffensief blijft uit. Rood-wit druipt ontgoocheld af en zakt verder weg in de middenmoot. I always prefer if you play really bad and we win the game, you know, but like this we are not bad and but the point is going away, you know, and then and the game is going away and then it's less and less chance, you know. But we still go on and we don't give up. Maar we moeten gewoon voor die eindronde strijden. En het is nu 1-1 geworden. Oké, je mag dit niet beneerliggen. Je moet gewoon blijven doorgaan naar die twee volgende wedstrijden tegen Hammen en Luik die gaan komen. We moeten gewoon alles geven voor die eindronde. Goed, Antwerp verliest dus twee punten, maar de schade in het klassement valt wel mee. Antwerp staat nog altijd op een gedeelde zevende plaats, met nog altijd maar drie punten minder dan de vijfde. Maar er zijn wel steeds meer ploegen die meedoen voor de eindronde. Tussen de nummer 3, Ronse, en de nummer 10, Tiene, liggen maar drie punten verschil. Maar Beveren, Waasland, Ronse en Brussels hebben ook een wedstrijd minder gespeeld dan Antwerp.